De gemeente Zuidwest-Friesland is op zoek naar een stevige en sensitieve leider die gemotiveerd is om het concept co-creatie in nauwe samenwerking met het bestuur en samenleving door te ontwikkelen. Gemeente Zuidwest-Friesland is een bijzondere gemeente met ruim 84.000 inwoners. Groots en monumentaal, tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek. In oppervlakte de grootste van Nederland. Met 68 dorpen en 6 van de Friese 11 steden, verbonden door water en wegen. Over zowel water als land is Zuidwest-Friesland ook voor de omliggende regio's de verbindende schakel. Zuidwest-Friesland is een gemeente met bestuurskracht. We kunnen grote uitdagingen en ontwikkelingen zelf oppakken en hebben de kracht om dat wat onze inwoners en ondernemers belangrijk vinden, te bereiken. We denken in kansen en mogelijkheden waarbij duurzaamheid een belangrijke rol heeft. Naast de burgemeester kent het college van BMW 5 wethouders. De rode draad van het coalitieakkoord 2014-2018 wordt gevormd door het begrip samen. De huidige maatschappij vraagt om een andere manier van samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen. Wij nemen geen besluiten over de samenleving, maar met de samenleving. Co-creatie is hierbij een leidende term. Ruimte en invloed geven aan de samenleving staat voorop. Bij ons werken ongeveer 800 medewerkers met lef, ambitie, passie en plezier. De gemeentesecretaris staat als algemeen directeur samen met 3 directeuren aan het roer. De directie bepaalt de strategische koers en de kaders en is verantwoordelijk voor het integraal functioneren van de organisatie. Met vertrouwen in de medewerkers stuurt de directie op basis van het coalitieakkoord, de programmabegroting en het directieplan de organisatie aan. We kijken vooruit, zijn flexibel en natuurlijk kostenbewust. Kortom, we zijn in beweging. De organisatie is onderverdeeld in 3 domeinen en 31 teams. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager. Uitgangspunt bij de structuur is dat de kracht van de organisatie niet bepaald wordt door een harkje, het organogram, maar door de wijze waarop wij slim werken. De ambitieuze plannen voor een meer centralere huisvesting dragen hier aan bij. Wat wordt jouw opdracht? De opdracht voor de nieuwe gemeentesecretaris wordt dat hij in de organisatie laat zien dat je lef moet hebben, creatief moet zijn. Dat je vooral de aandacht naar buiten gericht moet hebben en dan zaken bij elkaar moet halen om met heel veel mensen samen iets, een product te maken. Wat zoeken wij? Onze nieuwe directeur moet eigenlijk iets hebben met water. Een van de 4 elementen van water, aarde, lucht en vuur is water het symbool van verbinding, van communicatie en met een knipoog naar de watersport. Water is een van de kroonjuwelen van onze gemeente. Hij is al makkelijk benaderbaar, wijzen met het, denk ik. Dat hij open, transparant is. Ook eerlijk naar onze OR. Wij zijn het als OR ook naar hem of haar. Durf te vertrouwen in zijn mensen, maar ook vertrouwen durf te geven. Want dat geeft zoveel ruimte aan de mensen. En dat is de fase waarin we nu ook zitten in de organisatie. Waarin mensen op zoek zijn naar hoe we met de ruimte die we krijgen om moeten gaan. Die Zuidwest-Friesland, zoals we nu zijn, een hele boeiende gemeente vindt. Die denkt, hey, die gemeente hoort bij de top 40 van de 400 Nederlandse gemeenten. Ik kom in de top 10% te werken. Ik kom in een gemeente die in een ingespeeld team als BMW functioneert. Waar nu 5 jaar lang gewerkt is aan de opbouw van de gemeente. Waar de organisatie ook klaar is voor een verdiepingsslag. Betrokken zijn bij de mensen en dat hij ons niet zo voorbij loopt en denkt, nou, dat zijn de reiniging maar. Dat hij ook wel denkt, nou, dat is een collega van me. Daarnaast is het denk ik belangrijk, met name omdat we zo'n grote organisatie zijn, dat het wel een personality is. Dat er gewoon iemand staat, charismatisch, overtuigend. Ik vind dat hij met name een bijdrage moet leveren aan de missie en de visie die we hebben. Dat die missie en die visie ook gaat leven in de organisatie en dat de organisatie zich daar ook aan verbindt en dat hij daar het boegbeeld van is. Dat hij dat ook uitstraalt en dat hij daar de partijen niet meeneemt. Dat vind ik gewoon belangrijk. Integer, toegankelijk, een bouwer en inspirerend. Weten waar hij over praat met de buitendienst, de reiniging, de plantsoenendienst en de bruggen en de toezichthouders en alle mensen maar die buiten werken. Dat hij daar ook oog voor heeft. Dat wij met die burger interessante dingen moeten doen. Dat we initiatieven moeten oppakken. Maar dat we ook een regionale gemeente moeten zijn die in Friesland een toonaangevende rol gaan spelen. Zo'n gemeentesecretaris zoeken wij.
Wat verwachten wij van jou? Dat het iemand is die over zijn eigen schaduw heen kan regeren. En dat betekent eigenlijk dat je bijzonder veel zelfkennis hebt en dat je dus ook kennis hebt over andere mensen. Betrokken en met passie voor onze gemeente dat uit kan dragen. Ik hoop dat hij of zij een goed gevoel zal hebben voor politieke verhoudingen. Dus wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat hij gewoon contact gaat leggen met mensen. Mensen gaat aanspreken van, joh, waar ben je mee bezig? He, waar loop je tegenaan? Nou, ik verwacht dat dit een persoon wordt die samen met ons en de samenleving plannen ontwikkelt en beheersplannen maakt. Dat doggen we vaak ook in het Friesk. En vandaar dat ik nog even wat Friesks is. We hopen dat de persoon richten is op het Mierske. Vertrouwen geven, vertrouwen hebben. Een beetje lef, hou ik wel van. Een collega die mij en anderen inspireert. Die samen hoog in het vaandel heeft staan. En of dat nou een vrouw is of een man, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Misschien is het ook wel leuk om een keer dat een vrouw te laten doen, want die heeft daar meer, misschien toch net iets meer feeling voor. Ik verwacht van de gemeentesecretaris dat hij open is, een open persoon, die niet boven, maar naast of tussen het personeel staat. Zodat ik het op alle feestjes ga vertellen hoe coole en gave gemeentesecretaris ik heb. Dus wij vinden het belangrijk dat jij over een goede dosis lef beschikt en dus van de gebaande paden durft te gaan. Een stevige, authentieke persoonlijkheid bent, over een goede balans tussen mens en resultaatgerichtheid beschikt, communicatief zeer vaardig en transparant bent, creatief bent en humor hebt, je mensen weet te binden, inspireert tot vernieuwing en betrokken bent bij de organisatie en omgeving. Wat verder belangrijk is om te weten, je hebt ruime ervaring als directeur, integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving en met het adviseren van bestuurders. Je hebt een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkeling, projecten en of programmamanagement en sturing van een complexe organisatie. Ook heb je affiniteit met medezeggenschap. Je hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, aangevuld met bedrijfskunde. De functie is ingedeeld in schaal 17 en bedraagt maximaal €108.000 all-in. We verwachten dat je snel na een diensttreding in staat bent om binding aan te gaan met de samenleving van Zuidwest-Friesland. Het spreken van de Friese taal is een pre. Kijk eens naar deze mooie werkkamer. Die is niet voor jou. In Zuidwest-Friesland werkt een deel van de organisatie zonder vaste werkplek. Ook jij hebt geen vaste werkplek, maar zit tussen je collega's. Dat stimuleert slim werken. Hoe kun je solliciteren? De eerste selectie van de kandidaten wordt verzorgd door Rieken en Omen. Kijk voor meer informatie op riekenenomen.nl. Als jij door Rieken en Omen als mogelijk geschikte kandidaat aan ons wordt voorgesteld, dan verwachten wij van jou dat je jezelf presenteert in een zelfgemaakte film waarin je jouw sollicitatie toelicht en motiveert. We nodigen je uit om hier zo creatief en innovatief mogelijk in te zijn en daarmee iets van jezelf te laten zien. Reageer dan voor 20 januari 2015. Plan de week 4 tot en met 6 tijd vrij voor de selectiegesprekken en hou er rekening mee dat de selectieprocedure niet traditioneel is. Veel succes en plezier! En wie weet, tot ziens!